een hele look, omdat we hier ook altijd samen willen werken. Ik ben Firas Al-Naif, ik kom uit Syrië. In 2014 ben ik van oud Syrië naar Nederland gekomen. Ik werk hier in een refugee company, in een beautiful mess restaurant als restart coach. Ik wil graag jullie laten zien wat mijn werk is. Dit is de restaurant, a beautiful mess, waar de trainees hier werken. Mijn kantoor is boven, ik laat jullie laten zien. Ik werk als restart coach. Een refugee company. Restart coach betekent ik begeleid de trainee die in beautiful mess werken voor werk vinden, voor eerste stap in toekomst en ook voor soft skills. Als nieuwkomers naar hier komen, de werkcultuur is nieuw voor hen. Bijvoorbeeld op tijd komen. Als jij ziek bent, hoe kan jij met de teamleider contact nemen? Mijn kantoor is een klein beetje misschien saai, dan we gaan samen naar een restaurant om te kijken en daar ook naar mijn trainee Afra. Hi Afra. Hi Zira. Hi, ik ben Afra, ik kom uit Eritrea. Ik ben al 5 jaar in Nederland. Ik werk nu in Bidvilmes en Bidini. Ik vind het heel leuk, omdat we hier ook altijd samen willen werken. Of Firas ook. Hij is veel mensen helpen. En cv maken, computerles en Nederlands extra les. We hebben veel verschillende landen, Arabisch, Eritreaan, Koerdisch, Turkisch. Veel mensen, vluchtelingen mensen en Nederlands ook. Soms ook lastig, we hebben veel mensen komen, alleen 2 mensen hier. Bijvoorbeeld eentje in kassa en bij bedienen is een beetje moeilijk. Hi Afra. Hi, ik ben Ayman. Ik kom uit Syrië. Ik ben chef-kok in de beautiful mess. Wij krijgen elk 6 maanden een nieuwe groep van de gemeente. En dan ik gezegd tegen hen, wat is dit? Dit is tafel met jullie zo maken en dan met jullie aardig. Dit is Nederland. Als heb je fout, mag niet uit. Hij kan zeggen tegen jou, ja, dit is goed, maar zo is beter. Dit gerecht heet kippen. Ik heb zelf gemaakt, zo aan band dicht maken. Alles klaar, gaat zo. Toen ik gekomen naar hier, Rob, hij zei tegen mij, kijk Ayman, ik ken jullie gerechten, veel zout, veel kruiden, veel knoflook, veel citroen. Maar hier in Nederland moet jij gelijk, moet jij een balans. Later, ik heb aan denken, dit zout is niet gezond. Ja, hebben jullie gelijk. Vetos die kaas. Ja, eigenlijk de nieuwkomers zijn enthousiast om hier om iets te doen. Om hier een eerste stap ook in Nederland te doen. En ze zijn serieus. Ik dacht, komt goed als de werkgevers geeft de kans voor nieuwkomers. Je moet naar school en naar werk. Met mensen contacten. Ja, is belangrijk. Mijn droom, ik heb op een restaurant in Nederland, ook in Duitsland, ook in Zweden, ook in Noorwegen. Ja, dit allemaal heet Ayman Crespi. Ja, ik hoop. Dit is mijn droom. Hopelijk dat ik in Ayman en Afra goed laten zien wat ons werk is. Een nieuwe werkdag is op, dan ga ik naar huis met mijn fiets. Doei!